Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen. In Van Hier tot Tokio volgen we vier Olympiërs. Ze nemen ons iedere maand mee in hun leven op weg naar de Olympische Spelen van 2020. Vorige maand liepen we met Suzanne Krummens mee tijdens de zeven heuvelenloop. Blikten we met de 3x3 basketballers terug op het afgelopen seizoen en keken we vooruit op het Olympische jaar. Als je dat soort dingen op constante basis kan doen, ik denk dat wij dan gewoon klaar zijn om met een Servië en USA gewoon, ja, dat ze een gauw van ze maken op de Olympische Spelen. We volgden Mathieu van der Poel tijdens zijn veldritwedstrijden. Waren we op bezoek bij Robin de Cruijff in Italië en maakten we kennis met de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara. Ik heb nooit met hem gewerkt, nee. Ik heb, een maand geleden heb ik een videocall met hem gehad. En dat was positief. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe hij in het veld is. Maar wat ik hoor is wel positief verhalen. Ja, 30 november laatste wedstrijd en toen nog bekerwedstrijden. Dat is zo gepland. Turkije heeft dat zo gepland, want die willen natuurlijk goed voorbereiden voor het Olympische kwalificatietoernooi. Dus die beginnen 20 december al met z'n allen te trainen. En dan hebben ze na 30 november hebben ze nog Europacup-wedstrijden gehad en bekerwedstrijden. En nu gaan ze dus voorbereiden. Wij beginnen wat later, want wij hebben meiden uit Italië. En die sluiten 27 december aan. Dus wij zijn 27 december in de avond allemaal compleet. Dan hebben we een paar trainingen op Papendal. Dan gaan we 29 december naar Duitsland. We hebben 3 oefenwedstrijden tegen Duitsland in Berlijn. Dan komen we 3 januari terug. En dan 5 januari gaan we intern voor het toernooi. Nee, daar vind ik helemaal niks aan. Nee, ik vind sowieso oefenwedstrijden is niet echt mijn ding. Daar haal ik echt geen plezier uit. En nou goed, dat is een persoonlijk dingetje. En om dan in Berlijn te zitten. En het is niet Berlijn, maar het is Kienbaum. Dus het is daarnaast een trainingskamp. Dan een beetje Oost-Duits. Dus ja, daar word ik niet heel vrolijk van. Maar ja, het hoort er ook bij. Dus ja, boeiend. Een maand geleden heb ik een cortisone-injectie in mijn knie gekregen. Ik kreeg last van mijn knie, kreeg onverwachte pijnscheuten terwijl tijdens het spelen. En bleek dat de plica geïrriteerd is. Ik wist ook niet dat dat bestond in de knie, maar die kan er wel eens tussen schieten. En door die cortisone-injectie smeert het een beetje naar een ontstekingsremmend. Maar ik moet heel veel oefeningen extra doen voor die knie, om die bovenbenen sterker te maken. Dus doen we dit, onder andere. Hij merkt gewoon dat mijn knie onstabiel is. Ja, en dan ga ik compenseren met rechts. En dat kan wel een tijdje goed gaan, maar dan zal ik rechts ook wel wat krijgen dan. Want natuurlijk bij de club heb je daar ook een krachttrainer. Dus het is altijd een beetje je eigen oefeningen meenemen wat je fijn vindt. Met Red contact houden en zijn programma. En dat een beetje samen doen. En sommige clubkrachttrainers die staan er echt niet voor open. Die zijn echt, dit programma, zo gaan we het doen. Maar naarmate je ouder wordt, dan weet je wel een beetje daar tactisch mee om te gaan. En anders ook nog eigen oefeningen extra in je eigen tijd te doen. Ja, heel veel zin. Ja, ik denk dat het heel goed is dat het in Nederland is. En wat ik ook hoor, wat ik ook merk in de spelersgroep, dat iedereen weer denkt van ja, we gaan er weer voor. Ja, dat hebben we afgelopen zomer wel een beetje gemist. Er was wat onrust in het team. En ik denk weer frisse wind en schone lei gaan we verder. Gianni Caprara, de coach. We kennen elkaar, we hebben gewerkt met elkaar.
in Piacenza. En ja, dus hij heeft me direct gebeld eigenlijk en gevraagd of ik erbij wou komen. Ik hoefde eigenlijk niet lang na te denken, want natuurlijk komt het wel eens voorbij. Is het, eerdere bondscoaches hebben me gevraagd. En het was tot nooit het juiste moment. En dit keer, dacht ik, ik hoefde niet lang na te denken, want ik wist van het is het juiste moment nu om de terugkeer te maken. Natuurlijk scheelt het dat we elkaar kennen. En ik weet hoe hij werkt. En hij is nog steeds een van mijn favoriete coaches die ik ooit heb gehad. Dus we hebben dat seizoen ook heel veel succes geboekt. Dus dat scheelt ook. Maar zijn werkwijze die bevalt me heel erg. Dus dat was een extra motivatie om het te doen eigenlijk. In mijn ogen veel tactiek. Juist het strategie. Hij begrijpt heel veel van het spelletje. En het feit dat er altijd iets te verbeteren valt. En ik heb die mentaliteit zelf ook een beetje. Elke dag is er nog iets te verbeteren. Ook al heb je misschien al veel ervaring of speel je al jaren hetzelfde spelletje. En dat maakt het ook mooi. En hij heeft diezelfde mentaliteit. En tegelijkertijd heel veel ervaring en vertrouwen wat hij weet te geven aan het team. En ik denk dat dat op dit moment ook de juiste persoon is die het team kan gaan begeleiden en waarmee we samen het doel proberen te bereiken. Heel goed eigenlijk. Ik heb gelukkig mijn man, ik doe het niet alleen, dus zou het onmogelijk zijn. Dus topsport vergt natuurlijk, je moet eigenlijk altijd beschikbaar zijn en je moet je rust kunnen pakken wanneer je dat nodig hebt. En, maar goed, wanneer ik thuis ben, dan ben ik moeder en die combinatie bevalt me op dit moment heel erg goed. Dus mijn zoon die geeft me heel veel energie en uiteindelijk helpt dat ook heel erg in het veld. Ja, dat is de droom van iedereen hier. Ja. Tegelijkertijd wil ik er ook niet te veel over nadenken, want dit toernooi is belangrijk voor ons en ook natuurlijk om dat doel te bereiken. Dus zevende eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan, daar ligt de focus nu op. En we bekijken dag per dag. En dus ik wil daar ook niet te veel aan denken. Het is natuurlijk ons doel, maar het is ook tegelijkertijd nog ver weg. Nou, wat je zegt, dat was voor mij best wel een aparte zomer inderdaad. En het heeft voor mij wel, het was voor mij wel een lastige zomer. Ja, het was vooral heel erg dat ik op een gegeven moment niet zo goed meer wist waar ik aan toe was, zeg maar. Ik speel nu 10 jaar in het team en mijn rol was eigenlijk altijd duidelijk. En op een keer was dat voor mij niet meer echt zo goed duidelijk, zeg maar. En er was ook een beetje een stuk missie, een gebrek aan communicatie of wat dan ook. Waardoor het wel voor mij wel een lastige zomer was, ja. Ja, ik heb dat allemaal al even verwerkt en zo. Dus ik werd daar heel onzeker van. Ja, dat is heel, dus lijkt me normaal. Als je niet meer weet waar je aan toe bent, dan trek je alles in twijfel natuurlijk. Dus ik werd er gewoon heel onzeker van, ja. En dat was eigenlijk voor het eerst ook dat ik dat een beetje meemaakte, zeg maar. Dus Steek! Yes. Lekker erin. Ja, ik denk dat Gianni een hele goede man is voor ons, ja. Ja, en ik heb die vraag ook al heel vaak gehad van nou, dan zou je wel weer eerste spelveld zijn of wat dan ook. Nou, eerlijk gezegd maakt me dat echt helemaal niks uit. Ik wil gewoon naar die Olympische Spelen. Of ik de flesjes moet vullen of in het veld sta en alles mag verdelen, weet je. Ik wil gewoon naar die Spelen en dat is voor mij het enige wat telt op dit moment. Ja, ik denk dat ik het langst met hem heb samengewerkt. Er zijn andere meiden die ook met hem samen hebben gewerkt, zoals Robin, Floortje, Nika natuurlijk nu. Volgens mij was dat het. Dus meiden kennen hen al wel. En ik zit nu 2,5 jaar met hem bij de club. En ja, ik weet wel zeg maar, wat hij wil ook wel in het spel en hoe hij reageert. Ik kan zien wanneer hij moe is, wanneer hij wat geprikkelbaarder is of zo. Ja, ik ken hem wel vrij goed.
Hij houdt dat wel heel erg gescheiden. Bijvoorbeeld bij de club spelen we op zondag de wedstrijd, is maandag vrije dag. En maandag is dan zijn Nederlands teamdag. Dus ik zie hem gelukkig ook niet op die dag. En ja, gedurende de week zijn we echt wel op de focus voor de club, zeg maar. Dus ja, ik ben daar ook aanvoerder van het team. Dus ik heb heel veel met hem te bespreken over dat team. En over hoe het daar gaat. En voor de rest Nederlands team, natuurlijk hebben we het er wel eens over. Zoals hij had die persconferentie hier in Nederland. Ja, dan vraag ik wel, hoe was het? En ja, daar hebben we het er wel over. Maar het is niet dat ze per se over het spel of zo hebben. Nee, nee, helemaal niet. Nou, wat Gianni ook al zei net in die persconferentie, alle teams zijn onder stress, het moet gebeuren. Ik denk als wij ons hoofd koel houden, zeg maar, en gewoon ons ding doen. Het zou vast niet het mooiste en beste volleybal worden, zeg maar, voor alle teams niet. Omdat iedereen zo'n korte voorbereidingstijd heeft. Dus ik denk gewoon dat ja, als wij gewoon vrij kunnen spelen en ja, met plezier en gewoon ons op dit moment ons de beste zelf, zeg maar, naar boven kunnen krijgen, dat het moet zijn, ja. Fantastisch, ja. Nou ja, nee, het is wel fijn om gewoon hier te zijn. Ik hecht niet zoveel waarde aan een verjaardag. Dus daar gaan we nog wel een keer inhalen als ik later oud ben. Ja. Goed, ik heb het erg naar mijn zin bij Galatasaray. We hebben een heel leuk team, we doen het wel aardig. Dus ja, ik heb het echt naar mijn zin daar. Nou, Galatasaray heeft denk ik de afgelopen 5 jaar op de 4e plek geëindigd. En je hebt in Istanbul 4 hele goede teams. En daar is Galatasaray meestal wel dan de mindere van. Maar we winnen daar wel wedstrijden van die topteams. Dus het is, ja, ik hoop gewoon dat we dan een keer wel in die top 3 kunnen komen met dit team. Ja. Ja. Ja, als in, het was een heftige zomer en bij de club heb je toch iets meer rust. Je woont op jezelf, je hebt gewoon weinig randzaken waar je mee te doen hebt. En ja, de zomer was gewoon best wel pittig en zwaar. En ja, we voelden allemaal wel dat er iets ging veranderen. Dus ja, het was wel fijn om even daar dan tot rust te komen, ja. Nou, ik zelf zat met een blessure ook, wat het voor mij persoonlijk wel iets lastiger heeft gemaakt. Nou ja, we presteren gewoon niet goed. We hebben geen goede zomer gedraaid, we hebben het OKT niet gehaald. En het niet halen, dat is één ding, maar ook gewoon echt niet goed spelen, dat is heel iets anders. Vervolgens het EK ook gewoon niet goed gespeeld. Ja, en dan die World Cup. Ja, dat was ook niet goed. Ja, dan, zo is het. Zo zijn de feiten. En dan, ja, dan maakt het wel heel zwaar, ja. Stabiel is een goede omschrijving. Ik kan geen omloop. Ja, mijn been is gewoon niet sterk genoeg daarvoor. Maar verder kan ik alles wel doen wat ik wil doen zonder na te denken. Ik zit wel elke dag bij de fysio en ja, ik moet er wel heel veel rekening mee houden. Ja, ik kan geen eenbenige afzet. Ja, daar is mijn been niet sterk genoeg voor. Ja. Het ligt een beetje aan op welke positie je staat. Ja, een beetje wel eigenlijk. Ja, het zou fijner zijn als het wel zou kunnen en als je daar niet over na hoeft te denken. Maar ja, we verzinnen er wel iets anders op. En het is niet dat ik kan hem heus wel 1 of 2 keer per wedstrijd, daar gaat het niet om. Maar het ritme is er dan ook niet. Dus ja. Nou, ik heb hem echt 1 training gezien, dus dat is heel lastig zeggen. Maar ik heb heel veel respect voor die man en daar begint al wel, dat is voor mij heel belangrijk en voor ons team denk ik ook wel. En ja, hij heeft gewoon al heel veel dingen gehaald en zo, dus daar dwingt hij wel respect mee af. Dus ik heb er vooral heel veel zin in. Ja, ons team weer vertrouwen geven. Ik denk dat we, want we kunnen het wel, maar... ja, het vertrouwen is wel een beetje weg, denk ik. Of ja,
ik vertrouw de meiden allemaal heel goed, maar we wisten gewoon ook niet meer waar we het zoeken moesten. Dus ik hoop dat nu met die nieuwe coach er gewoon een nieuwe frisse wind komt en ja, dat we er weer vertrouwen in krijgen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen.